Er is een pupil van de week onderweg met de bal aan de voet richting het doel. Hij is inmiddels langs de twee centrale verdedigers van HFC en wordt nu alleen nog geconfronteerd met doelman Boks. Benieuwd of die iets kan doen. Nee, die kan helemaal niets doen. Zou het maar zo makkelijk gaan voor Katwijk 1. Dit kleintje heeft het voor je gedaan hoe het moet. Goed voorbeeld, wellicht doet goed volgen. Suzanne, twee mensen kwijt. Mengerink wellicht in de rol van aangever of gaat hij hem zelf maken? Mengerink, dat moet hem zijn. Ah, die bal gaat naast. Sanchez, Angulo mist. In die 16 thuiswedstrijden van Katwijk incasseerde het slechts 13 tegendoelpunten. Dat is verwaarloosbaar weinig. Van Weerenburg. En nou zit hij er wel in. En komt Katwijk via wie anders dan Marciano Mengerink op een hele voorsprong. Is de wedstrijd nog geen 8 minuten oud. Maakt Mengerink zijn 28ste van deze competitie. En lijkt dit het begin van wat een feestmiddag zou moeten gaan worden in Katwijk. Hier is de gelijkmaker van de Koninklijke AFC. En het is Sterling, denk ik, die scoort. Hoe is het mogelijk? Nog geen minuut heeft Katwijk kunnen genieten van een ene voorsprong. En nu wordt het geconfronteerd met iets zeldzaams op de krom. En dat is een tegentreffer. Gooit die bal eigenlijk vrij makkelijk het strafschopgebied in van Koninklijke AFC. En u raadt het al, daar komt de volgende hoekschop aan. En een vrije kopkans voor Essenboom. Die had hij moeten maken. Achter de bal, Tameres. Tameres, goed ingestudeerd. Oh, de paal! Bijna staat Koninklijke AFC op 1-2. Boer, die de vrije trap van Tameres bijna achter doelman Kibon krijgt. De paal voorkomt een achterstand voor Katwijk. Mooie lange trap. Berghout. En naast gekopt, Mengerink. Koninklijke AFC moet even door met een man minder. Van Weerenburg, hard voorlangs. En deze bal verdwijnt over, komt van de voet van Berghout. Van Weerenburg. Schet, daar is hij langs. Schet op snelheid, van afstand, geen probleem voor Boks. Mengerink, wie anders, maar die schiet voorlangs. Nu gaat die bal naar de eerste paal, daar komt de Visser, raakt de bal niet al te best. En Kieboom kan hem oprapen. Sterling, Lewis, Tameres. En nu zijn er twee weg van Koninklijke AFC. Lewis schuift de bal onder Kieboom door. Het is, het is Lewis die hem scoort. Sterling liep met hem mee. Ik verwachtte dat Lewis hem zou breedleggen. Maar uitgerekend de man die in het elftal van HFC de plek inneemt van Soest is degene die de Koninklijke in Katwijk op een achterstand zet. De Koninklijke op een voorsprong en Katwijk op een achterstand, zo moet ik het zeggen. En weer een verre ingooi. Weer moet die komen van Blokland. Bal blijft hangen. Dit is hem, de gelijkmaker. Nee. Schot gekraakt. De inzet van Berghout. En ondertussen moet Katwijk achterin ook nog oppassen. Maar mist Koninklijke stootkracht. De kampioen van de zaterdag hoofdklasse. Hier gaat Schet. Schet met de bal breed. En hij wilde niet in die bal. Hij wilde er gewoon niet in. De vrije trap van Berghout. Weer hoog. Weer in de drukte. Tot die bal een keer goed valt. Dan is het gelijk. Het is gelijk. Nee, het is geen gelijk. Hij wordt spijkerhard ingeschoten. Maar wel naast. En komt van de voet van Mengerink. De Visser samen met Essenboom. Die achteruit stapt. Dat lijkt me niet verstandig van Essenboom. Tameres. En met een prachtige bal probeert die doelman Kieboom te verrassen.
En daar is hij. Daar is hij niet. Bal is binnengebleven en kan worden opgeraapt door Box. Je kunt het je niet voorstellen als je het moet doen. In dit geval ter voet, maar daarvoor eigenlijk ook al. Om hem niet te maken, gaat je dat gewoon niet lukken. En dan is het afgelopen. Verliest Katwijk op eigen terrein van Koninklijke AFC. Blijft de ploeg staan op 71 punten. En ongeacht het resultaat in Amsterdam bij AFC, Kozakken Boys houdt dat in. Dat de titel, de beslissing om de titel pas valt volgende week in Werkendam. Als Katwijk op bezoek moet bij Kozakken Boys.